gaan de Italiaanse tour op vandaag. We gaan een pasta alla norma maken. Dat is een pittige saus op basis van tomatensaus en gefrituurde aubergines met een beetje look. Het leuke of het speciale eraan is dat we de pasta zelf gaan maken. En we beginnen natuurlijk met de zelfgemaakte pasta. Ik heb gezeefde bloem. We gaan dat gewoon op het werkvlak uitgieten. Misschien, voordat je eraan begint, juwelen uitdoen. Handen extra wassen, want dit is handenarbeid. Dus we maken een kratertje. En dan gaan we ons twee eitjes daarin breken. Per 100 gram bloem, één ei. Het zout niet vergeten. Voilà. En nu is het een kwestie van geduld. En heel zachtjes kratertje dichtmaken met de bloem. Dat is wel leuk om dit met de handen te doen. Je hebt wel iets meer tijd nodig. Nu is dat nog allemaal heel droog en korrelig. Dan gaan we er een beetje water bij doen. Stel dat je er te veel water bij gedaan hebt, doe je er gewoon terug een beetje bloem bij. En stel dat je deegballetje te droog is, dan doe je er gewoon terug een beetje water bij. Maar altijd beetje per beetje. Voilà. En nu mag het kneedwerk beginnen met de handpalm. Je neemt alle overtollige bloem ook mee. Als hij kleeft, dan doe je er gewoon een klein beetje meer bloem bij. En het moet voelen als een elastische bol. Eigenlijk zoals een plasticine bol. Dus de pasta is klaar. Ik ga er een mooie bol van maken. We gaan die nu 20 minuten laten rusten. Je kan dat best doen in ofwel plasticfolie. Ik gebruik hier nu een zakje. En deze laten we nu 20 minuten rusten. En dan maken we dit verder tot eender welke soort pasta die past bij het gerecht. Zo, deze heeft 20 minuten gerust. Het kan zijn dat hij een klein beetje kleeft, maar dat is niet zo erg. Gewoon een beetje bloem bij doen. Voilà. Werkblad. Altijd zien dat er genoeg bloem op is. En dan een deegrol, sowieso ook. Altijd bloem op doen. Anders kleeft het eraan. Nu gaan we het uitrollen. En dan gaan we dat met de deegrol langsmal uitrollen. Waarom langsmal? Omdat we lange, smalle pastarepen gaan maken. Hoe dik? Ongeveer een paar millimeters dik, niet te dik. Je mag niet kleven aan het werkblad. Vandaar de bloem. Zelfgemaakte pasta is natuurlijk veel leuker dan gekochte pasta. Je hebt iets minder pasta nodig dan gedroogde pasta. Je kan hem snijden zoals je zelf wil. Dit is de basis. En van daaruit kan je eigenlijk maken wat je wil. Korte, lange figuurtjes. Je moet ook zien dat er niet te veel bloem aan hangt. Want als je ze kookt en er hangt iets te veel bloem aan, dan smaak je dat in je water. Dit is een lasagnevel. Dus als je deze in stukjes snijdt, kan je lasagne maken. Maar wij gaan fout gesneden pasta maken. Je kan dat doen met een gewoon mes. Of je kan dat doen met een gekarteld mes. Sowieso snijden we de topjes eraf. Omdat je wel wil dat je pasta of je slierten symmetrisch zijn. En dan begin je zo de randjes weg te doen. Je gaat straks zien, gaat een mooi gekartelde pasta zijn. We gaan ongeveer voor een centimeter gaan. Voilà. Een beetje bloem, zodanig dat ze niet aan elkaar kleven. En dan leggen we ze hier samen
Voilà, de pasta is klaar en nu gaan we beginnen aan onze saus. Voor de pasta alla norma, voor de saus, gaan we beginnen met aubergine in dobbelsteentjes te snijden. Ongeveer een tweetal centimeter. Zo in ringsjes. We gaan er een beetje zout op doen. Om het overtollige water, te vele water dat in een aubergine zit, te laten wegtrekken. Ik ga de look snijden in dunne schijfjes. We gaan die mee frituren met de aubergine. En dan eruit halen, laten uitlekken en dan nadien in de saus toevoegen. Ik heb olie in de pan gedaan. Ik ga nu de aubergine en de look frituren. De aubergine mag mooi goudbruin zijn. Dat is mooi voor in het gerecht, maar dat is ook super lekker van smaak. We zijn klaar. We gaan de aubergines er snel uithalen voor ze te donker worden. Nu nog de look. We gaan nu aan de saus beginnen. Ik ga olijfolie heet laten worden. De ajuin. We gaan nu de tomatensaus toevoegen. Een beetje peper en zout erop doen. Ik heb gezegd dat het een pittige saus was. Dus een beetje pilipili. Dus gewoon de tomatensaus een beetje laten intrekken, dat ze niet meer zo vloeibaar is. Een beetje een dikkere saus. Ik ga er nu de aubergines en de look bij doen. Je kan je saus mixen, maar in dit geval is dat niet echt nodig. Zo, mijn saus is klaar. Ik ga nu heel snel de pasta koken. Zelfgemaakte pasta heeft ongeveer 2 minuten nodig om te koken. En je ziet als het klaar is, omdat het komt bovendrijven. Dus zien dat ze niet aan elkaar plakken. Af en toe in roeren. Voilà. En deze gaat in de saus. En nu mengen we alles. Zo, we zijn klaar om af te werken. Nu een beetje ricotta. En als je die gaat mengen met de saus, dan heb je zo een lekker smeuïge saus. Een beetje basilicum als afwerking. Nog een beetje peper. Onze pasta alla norma met zelfgemaakte, foutgesneden pasta. Super lekker.